niet te geloven. Dat is echt erg. Wat staat er dan al arrogant met uw armen te zwaaien? Dan ben je een stel aso. Beste mensen. Die VOC-mentaliteit. Ik ben meer dan boos. Ik ben woest. Wat opmerkelijk. Toch? Ja, welkom bij weer de 9e aflevering van de Politieke Popcorncast. De podcast waarin wij, Paul Peters en Stijn de Vrede, de leuke, grappige, opvallende, maar vooral popcornwaardige momenten en gebeurtenissen uit Politiek Den Haag bespreken. In deze aflevering hebben we een zeer speciale gast. We zijn zeer vereerd dat je bij ons wil komen zitten. Lars Benting, welkom. Dankjewel, hallo. Dankjewel dat je bij ons wil aanschuiven. Stel je even voor. Lars Benting. Waar te beginnen? Niet God, ik ben niet God. Maximaal Jezus, maar niet meer dan dat. Nee, Lars Benting, 28 jaar, woon in Rotterdam. Samen met mijn verloofde. Ik ben nu bijna 10 jaar actief in de politiek. Heb in de Tweede Kamer gewerkt. Werk nu in de lokale Haagse politiek. Dus je bent professioneel Rita Verdonk ontwijker? Rita Verdonk ontwijkt. Nou, volgens mij ontwijkt ze anderen goed genoeg vanuit zichzelf. Maar Lars, je hebt ook wel een kleine donkerrode bladzijde in jouw geschiedenis. Bordeauxrood. Nee, dat klopt, ja. Ja, ik was een tijd lang assistent van Thierry Baudet. Oh, echt waar? Ja. Dus ik was actief bij Forum voor Democratie voordat het een partij werd. En, toen nog een denktank was. Ja. Dus toen ben ik nog een beetje blijven hangen. In 2018, volgens mij in januari, ben ik toen weggegaan. Want toen was het toen met die Taylor of zo, die voor een etnostaat is in de Verenigde Staten. Had Thierry toen een etentje mee gehad. Oh, dat 4 uur langdurende diner. Ja. En toen had ik zoiets van, laat maar zitten. Dag. Ja. Dus, was, je bent nog ver voor de chemtrails en de ja. Klaus Schwab gezeik, ben je al weggegaan. Ja, klopt. Okay. Ja, ik moet ook zeggen, ik heb er nooit spijt van gehad. Het was een hele leuke en interessante tijd. En het is een hele markante man. En een beetje sociaal onvaardig. Een beetje is heel eufemistisch gesteld. Maar ja, dat was een leuke tijd. Het is een van onze bronnen van content van deze podcast. Zeker. Ja, hofleverancier van deze podcast. Zo. Ja, je hebt ook een podcast. Ja, klopt. Vertel daar eens wat over. Het heet Gezwever, de podcast. Leuke naam. Gezwever is natuurlijk een briljante literaire uitvinding tussen twee woorden. Gezwever en gezever. En je noemt hem briljant omdat jij hem verzonnen hebt? Dat klopt, ja. Nee, dus dat. Maar wat bespreken we daarin? Het zijn eigenlijk een beetje maatschappelijke problemen. We hebben bijvoorbeeld nu 2-3 luiken gemaakt. Eentje gaat over smartphoneverslaving. En de ander gaat over stress en overspannen zijn. Dus een beetje de grote onderwerpen van onze generatie. En daar hebben we het dan een half uur lang over. Zonder dat we pretenderen dat we er ook echt iets zinnigs over te vertellen hebben. Ja, interessant. Er komt ook even een linkje inderdaad via deze show. Nice. Ja, en probeer hem inderdaad absoluut even uit. Want interessant onderwerp. En smartphoneverslaving, dat komt iets te dicht bij mij aan, denk ik. Dus absoluut iets om te luisteren. En dan nu wel, wat was jouw popcorn moment van de week? Ja, het is al wat ouder, het fragment. Maar het gaat over een clash tussen Caroline van der Plas. Natuurlijk wel bekend. Caroline van der Plas. Oh, sorry. Caroline van der Plas. Kamerlid van de BBB. Van Triple B. Triple B. Vindt ze vast zelf niet leuk omdat ik het zo zeg. Maar goed. Mij wel. En onze natuur. Wat was dan? Minister van Landbouw, Natuur en... Van Stikstof en Natuur, volgens was het mij. Stikstof voor en Natuur. Stikstof, wacht even. Ik heb hem hier zo. Minister voor Natuur en Stikstof. Ah. Was natuurlijk de partijvoorzitter eerst van de VVD. En... voor die functie heeft ze natuurlijk een andere mooie functie gekregen. Voor die loyaliteit. En het was een hele leuke clash. Want het is sowieso een hele speciale dynamiek. Ik ga hem even afspelen. Ja. Ja, dank u wel. Als ik de minister helemaal in het begin hoorde... kreeg ik een beetje het idee dat ze in het aanloop van het debat... morgen met de woonminister Hugo de Jonge... eigenlijk al minister van Wonen is geworden. Want ik hoor alleen maar over huizen. Minister. Ja, voorzitter, ik...
Zucht. Ik zit hier oprecht antwoord te geven op vragen. Oprecht. Ik wil oprecht samen met de Kamer oprecht zo'n een groot probleem voor Nederland oplossen. Verschrikkelijk. Dan schets ik het speelveld. Het gaat hier over de agrarische sector. Een zwaar leven. Maar het gaat ook over hoe krijgen we vergunningverlening los. Dan schets ik in alle oprechtheid dat beeld. En dan krijg je het verwijt, u heeft het alleen maar over huizenbouw. Nu komt er een sterk woord. Ik vind dat flauw. Ja, dat is flauw. Dat wil ik echt gezegd hebben. En onterecht. Ja, de minister vond het flauw. Maar ze stelt wel heel vaak deze vraag, hoor, inderdaad. Van waar gaat dat geld naartoe? Of waar spendeert Staatsbosbeheer en dat soort organisaties nou dat geld aan? En ik wil een regionaal overzicht. Die vraag stelt ze volgens mij elk debat. Dus ik kan me de zucht van de minister wel heel erg inbeelden. Maar er was ook vlak daarvoor, voor het debat, was er ook een incident. Want Caroline had alle boeren van Nederland ongeveer of zo uitgenodigd om voor de ingang van de Tweede Kamer te verzamelen. En toen kwam de minister aan om het debat te voeren. En wat gebeurde er toen? Ik heb dat fragment eventjes. 6.000 views. Oh, één. Wij gaan naar binnen. Wij moeten naar het debat. Maar deze boer die wil even wat vertellen. Maar deze boer wil even wat vertellen. Kom op. Boer met de grond beginnen. Gaan we gewoon beginnen. Begin gewoon, hoppa. Ja. Dit is dus heel flauw. Heel flauw. Dat de minister hier gewoon flauw wegloopt. En die laat die boeren nu dus gewoon alleen staan. Het debat begint zo. Nou. En het debat begon over 20 minuten of zo. Maar ja, de minister moest zich natuurlijk wel een beetje voorbereiden. Dus op zich wel een logische. Heb je zin om tegen zo'n groep die met loudhailers en zo daar buiten op een car achter een trekker staat te woord te staan? Of levert je dat iets op? Ja, maar het zijn ook twee totaal verschillende werelden die met elkaar clashen. Die Caroline natuurlijk, die heel down to earth is, die continu dezelfde vragen stelt. Natuurlijk ook met een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt. En Christiane van der Wal, ook een deel van haar, wat ik nooit van haar heb gezien. Want ik ben natuurlijk vaak bij die congressen / festivals aanwezig geweest. En dan was ze als partijvoorzitter altijd heel optimistisch, heel positief. En het ligt aan mij, hoor. Ik ben wat cynisch ingesteld, dus ik raak er vaak een beetje misselijk van. Maar niet door de bitterballen, maar door het optimisme. Ja. Oh, die bitterballen. Maar ja, dat was ook een kant van haar die ik nog nooit heb gezien. Maar ze zei ook van, dat vind ik flauw. En ik verwachtte daar een soort krachtterm, een soort ontlading van al die irritatie. Maar toen kwam er flauw. En toen dacht ik van, wat is dit eigenlijk? Jij verwachtte, hou nou eens een keer je bek, Caroline. Ja. En ze zei, wat flauw. Ja, ja. Ja, dus ik vond het gewoon een heel mooi moment. Omdat het symbolisch gewoon twee totaal verschillende werelden is. Waarvan de één, die komt uit het gooi en zit in de partijtop al jaren. Altijd positief en optimistisch. En je hebt als loyaliteitscadeau. Want zo voelt het voor mij in ieder geval. Want ze zal vast heel erg goed mens zijn. En ook goed haar werk kunnen doen. Maar die heeft dan zo'n hoge functie gekregen. En dan heb je zo'n down-to-earth, mag wel zeggen, wijf. Dat gewoon tegenover haar zit. Vechts uit de tevens als een klei. Ja. Clash van twee werelden, ja. Ja. Stijn, jouw popcorn moment. Ja, nou ja, ik vond het wel grappig, want Caroline van der Plaas, die komt uit Deventer. En en we hadden het inderdaad over van de ander kwam uit het gooi. En precies daartussenin hebben we iets geprobeerd. En dat heet Flevoland. En er zijn weinig dingen zo hard mislukt in Nederland als Flevoland. En het is toch een beetje van, wat is het afdankertje, zeg maar, van ons land. Ja. En nu gaan we dat namelijk weer in de markt zetten. Als Amsterdam Bay Area. Oh, God. En dus je probeert dus mensen te verleiden om een huis te kopen in Amsterdam Bay Area. En ik moet zeggen, ik had ik kreeg als tip, zeg maar, van een Funda-link. En dat zag er gewoon uit als een zeecontainer met ramen. Oh ja, dat heb ik gezien. En dat bedoel, dat en daar had ik dus inderdaad over geplaatst van huilen, zeg maar, als in bouwen. Ja. Uiteindelijk heeft het zelfs een soort van brain meltdown van Sander Schimmelpenning veroorzaakt. Oprecht, die tweet. Ja. Is 800.000 keer bekeken. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon fucking mooie propaganda voor mijn missies. Namelijk de vernietiging of in ieder geval de ontpoldering van Flevoland. Ja. Van, we kunnen gewoon zeggen, het is gewoon mislukt. Ja.
Laten we dat gewoon laten toegeven. Laten we dat gewoon weer teruggeven aan de zee. Ja. Want je kan dus €225.000 betalen voor een zeecontainer met ramen. En wat het leuke was, het was ook, bedoel, het is nog niet eens klaar, maar het was een render waar een leuke multicultural koppeltje bij stond die zo een soort van hand in hand, zeg maar, van oh, kijk wat hebben we gekocht. Om deze zeecontainer met ramen. Ja. En het is... Dat zeg ik altijd over Flevoland. Van Flevoland is hetzelfde als FVD. Van, je hoeft ze niet belachelijk te maken, want dat doen ze zelf. Dat was mijn popcorn moment. Het is niet heel politiek, maar bedoel, als er een keer een partij komt die echt werk wil maken van die ontpoldering van Flevoland, dan gaat mijn stem daar sowieso heen. Ja. Ja, ik als civiel technisch ingenieur ben wel, vind Flevoland enerzijds wel het pinakel van Dutch engineering. Maar anderzijds, als je er dan bent, dan is het inderdaad één grote treurige bende. En is het inderdaad, wat je zegt, één grote mislukking. Wat dat betreft is de Floriade dan wel echt, hebben ze wel een perfecte plek uitgekozen, namelijk in Almere. En ook hoe de Floriade zeg maar op dit moment is. Ja, en hoe erg het teleurstelt. Is dat wel een hele goede plek. Ik vind dat het wel heel symbolisch wel echt bij Almere en bij de rest van Flevoland hoort. Ja, wat ik ook toch heel kenmerkend vind voor Flevoland is namelijk Flevoland is een beetje in opstand gekomen tegen de sloop van hun historische gebouw. Dat is namelijk gebouw De Beurs. Dat is echt een soort van Holiday Inn hotel met gekke ramen. En het viel me al, toen ik jong was, dacht ik al van, hoe de fuck kan je dit ontwerpen? Alleen, het was het eerste gebouw ongeveer wat is gebouwd in Flevoland. Dus waren allemaal van die historici die zeiden van dat mag je niet slopen. Ja, dat is zonde. Uiteindelijk zijn ze nu wel begonnen met slopen. En oprecht, ik denk Almere wordt wel een mooiere plek hiervan. Dat ze dat gaan slopen. Maar dat is het enige historische gebouw dat ze daar hebben. Het is een beetje Amerika. Ik heb ook een scheidhekel aan Amerika. Is namelijk van, ze doen ook alsof ze historie hebben. En dat hebben ze gewoon niet. Nee. Ze hebben gewoon helemaal geen geschiedenis. Het is allemaal geen smaak en geen stijl. En geen klasse. Ja, dus Eigenlijk is gewoon Flevoland gewoon een dependance van Florida. Of het voelt ook altijd heel erg naar. Ze proberen natuurlijk al decennia er iets van te maken. Ook in marketing en dergelijke. En ik denk altijd dan, als ik aan Flevoland denk en al die marketing eromheen. Wat is dat gezegd? Nou, oh, geef je een aap een gouden ring. Het blijft een ding. Ja. En het is eigenlijk ook treurig voor die mensen die daar wonen. Ik ben een aantal keer naartoe geweest. En die mensen zijn vaak ook heel erg trots op hun eigen provincie. En ik weet nou niet of dat een vorm is van aangeboren Stockholm-syndroom. Of dat het ook daadwerkelijk zo is. Maar ja, ik vind het altijd treurig. Ik gun het hen. Ik gun echt maar ik denk, als jij city marketeer bent van Flevoland, dat is ongeveer hetzelfde als lobbyist voor Philip Morris, maar voordat dat roken eigenlijk ook wel heel prettig is. Moet je het heel geforceerd een positieve haakje gaan zoeken, inderdaad. Ja, nee, dat was mijn popcorn moment. Maar nu ben ik ook wel heel benieuwd naar die van jou, Paul. Nou ja, mijne is de leukste van allemaal, al zeg ik het zelf. Ab Oosterhuis, de bekendste viroloog van Nederland, die was de gast bij Ongehoord Nieuws van onze favoriete publieke omroep Ongehoord Nederland. Maar had hij een lekker glaasje rode wijn, zoals je altijd bij... Stond niks voor hem. Nee, ja, maar die aflevering is natuurlijk om 12:00 PM, rond dat tijdstip. Dus om in ieder geval de perceptie te geven dat hij geen alcoholist is, zat hij gewoon water te drinken, terwijl wij allemaal wat beter weten natuurlijk. Maar normaal gesproken is er dan een flesje of twee naar binnen gegoten bij... Ik heb altijd een idee van dat ze bij Op1 hebben ze uiteindelijk gewoon een wijnkelder laten aanleggen voor hem. Inderdaad. Is gewoon de studio op een oude wijnkelder gebouwd. Nee, maar toen ik die aankondiging zag, dacht ik echt van Ab Oosterhuis kan weer geen nee zeggen tegen een media optreden. Er is ook een keer geweest dat hij per ongeluk ja had gezegd tegen Ranking the Stars. Waar hij dan na een paar weken zei van nou, ik doe het toch maar niet. Want hij had een keer een aflevering gezien, denk ik, of zo. En dacht van nou, dit is misschien toch niet heel erg verstandig. Maar had wel in eerste instantie ja gezegd. En nu ook weer, ja, bij Ongehoord Nieuws. Ja, het is toch te
het Fox News, het qua fake news van Nederland. Dus toen ik die aankondiging zag, dacht ik van dit moet echt een trainwreck worden van epische proporties. Ja, de popcorn stond inderdaad aan de magnetron. Had ik direct in de magnetron gezet. Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk wel een heel redelijk interview was. Ja. Hij gaf gewoon zijn mening. En het panel bestond uit Pepijn van Houwelingen en Reisa Blommestein. En die waren eigenlijk ook hartstikke poeslief. Ja, normaal gesproken op Twitter zitten zij natuurlijk over World Economic Forum te roepen. En de burgerrechten, de dictatuur van Nederland. Maar hij zei gewoon de feiten en zij knikte bijna. En ze begonnen gewoon inhoudelijk, min of meer inhoudelijk erop te reageren. Op geen enkele manier op dezelfde mate, dezelfde gekkigheid als dat ze op Twitter doen. En dan zie je toch wel, wat je ook wel vaak bij andere mensen hebt die in de media, of op social media heel erg uitgesproken zijn en dan in de reguliere media toch veel redelijker lijken. Ja, ik vond het echt heel, heel interessant, inderdaad. En wat mij nog vooral heel erg opviel, van ik heb dat gekeken en ik dacht van, agree to disagree was het eigenlijk gewoon de hele toon van het hele interview. En de volgende dag stond er in de NRC iets van Ab Osthuis had er niet heen moeten gaan. Maar dat is precies weer dat vervelende D66 zo van, wie zijn die mensen? gewoon van, je moet niet met dat soort gekke omgaan. Terwijl ik denk ik vond het juist een ontzettend mooi moment van, ik denk van, ja. Dat je dus blijkbaar wel met gekkies in gesprek kan. En dat je dus blijkbaar gewoon netjes je argument op tafel kan gooien. Ze zitten niet met Jan Roos. Het is gewoon, ik vond het vrij goed. Het is natuurlijk ook, en ik zal proberen niet te inhoudelijk te worden. Maar je hebt, graag. Je hebt natuurlijk een keuze om die mensen, zoals Kaag dat dan zegt, om die mensen dan een beetje van je af te stoten of te isoleren of daar gewoon niet in gesprek mee te gaan, zodat ze in hun eigen sop gaan koken en dan steeds extremer worden. Of je hebt een gesprek met hen, zodat zij ook uitgedaagd worden. En mensen die hier naar kijken, ook gaan nadenken. En niet in hun eigen echokamer alleen maar dezelfde dingen horen. Exact. Ik ben altijd voorstander ervan om gewoon dit soort gesprekken gewoon aan te gaan. Dus ik ben wel heel erg blij dat Ab dit heeft gedaan. Want er is nu een deel van die groep ongehoorde mensen die misschien eens gaan nadenken over de feiten die hij heeft verteld. Ja. En ook zien van onze helden, de Reisa Blommestein en Pepijn van Houwelingen, die zijn, als ze daadwerkelijk in gesprek gaan met iemand van de andere partij, dat ze misschien toch niet zo uitgesproken zijn als wanneer ze alleen maar voor eigen parochie prediken. Ja. Misschien was het inderdaad voor hun volgelingen ook niet het leukste om te zien, denk ik. Zij willen gewoon allemaal zien van die chemtrails, die bestaan wel. En alleen maar gewoon een soort van ja-knikkershow willen zij natuurlijk gewoon hebben. En die hebben dat niet gekregen. En dat vind ik stiekem het mooiste van dit. En ik hoop heel erg dat dit soort dingen gewoon vaker gaan gebeuren. Mijn angst bij wat je bij de coronapandemie zag, is dat heel veel mensen echt losgezongen zijn van de werkelijkheid en van de samenleving in zijn algemeenheid. En inderdaad, mijn vraag was altijd van, ja, hoe gaan we in godsnaam ooit nog die mensen terugkrijgen? Ja. Ja. En dan denk ik eigenlijk dat dit misschien toch wel een betere methode is. Dat is in ieder geval. Ja. En dan dan moet ik eigenlijk een pluim geven aan Ongehoord Nederland. Dat wil ik eigenlijk niet doen. Maar moeten toch wel doen dat ze bereid zijn om zo iemand dan uit te nodigen en in gesprek mee te gaan. En dat is ook wat ik had er ook over getweet van. Ik heb voor het eerst een tweet van Reisa Blommestein geliked. Want zij had inderdaad als reactie op het NRC-artikel had zij gezegd van, oh, in discussie gaan. Dat moeten we niet hebben. En ik dacht van. Ja, ik bedoel, voor het eerst, je hebt gelijk. Ik ben geen cola-liefhebber. Ik kan niet helemaal over de meeste van haar tweets. Dan gaan mijn nekharen gewoon omhoog staan. Maar dit was, ik vond het een goed optreden. Ja, en er wordt ook vaak geschreven over Ongehoord Nederland en over Ongehoord Nieuws. Op een manier dat ik denk van, nou, volgens mij schrijf je over dingen die je gelezen hebt van andere mensen die erover geschreven hebben, maar dat zelf ook niet gekeken hebben. Zit je nou mensen op te roepen eigen onderzoek te doen? Ja. Gewoon zelf luisteren en kijken. Maar ik heb dat dus gedaan. Dus een aantal van die Ongehoord Nieuws afleveringen bekeken. En ook met de verwachting van, oh jongens, mijn nekharen gaan overeind staan en ik kan hier niet naar kijken, cringeworthy en weet ik veel wat. Maar het is niet popcorn waardig. Het is niet heel bijzonder. Het is nee.
af en toe een beetje treurig. Ja. Hoe zit het trouwens met Omroep Zwart? Dat is een goede vraag trouwens. Ik weet niks van gehoord. Waarom heeft Ongehoord Nederland wel primetime in de middag? maar om op zwart te tussen horen... Tussen de teletekstafleveringen door. Ja. Nee, ik heb daar nog helemaal niks van gezien, Heem. Doeg. Ja, maar dat is onze eigen witte bubbel, hè. Daar komen we niet doorheen. Dat is waar. Ik denk echt dat we door moeten. Laten we beginnen met de aflevering. Heel interessant. Ja, en we kunnen er niet omheen. Dit is toch wel een beetje wat het hele nieuws de afgelopen week gedomineerd heeft. Wat voor gate gaan we het eigenlijk noemen? Ik heb kaartgate voorbij zien komen. Ik heb doofpotgate voorbij zien komen. Maar wij gaan denk ik voor gewoon drimmelgate. Hè? Ik vind drimmelgate. Drimmelen is zo'n lekkere vieze naam ook. Gewoon. Ja. Ja. Yeah. Sorry, ik heet de vrede. Ik bedoel, de vredegate is ook leuk, denk ik. Maar ik wil nooit de politiek in. Het kan alleen maar fout gaan, heb ik een beetje het idee. Drimmelgate gaan we het in de rest van de aflevering gewoon noemen. Ja, de saga die we toch wel bij D66 hebben gezien. Het gaat natuurlijk over de geruchten die er waren over partijprominent Frans van Drimmelen. Dat is iemand die een adviseur was voor de partijleiders. Dus over Alexander Pechtold en Rob Jette en ook Sigrid Kaag. En iemand die ook voorzitter was van de talentencommissie. Die was in opspraak geraakt. Alweer meer dan een jaar geleden. Dus dat was vlak nadat Kaag aantrad als partijleider. Kwamen er geruchten naar buiten dat hij zich misdragen had op seksueel gebied. En Kaag, nieuw leider, die had meteen een onderzoek aangekondigd. En dat onderzoek kwam met zijn conclusies in januari 2021. En de conclusie van dat onderzoek was: er is geen sprake van systematische grensoverschrijdend gedrag binnen D66. Kaag die bracht het natuurlijk naar buiten als: nou, ik zie je, niks mis met onze partij. Wij hebben het fantastisch gedaan. We hebben deze saga fantastisch opgelost. Maar zonder dat we het wisten, was er ook sprake van een vertrouwelijke bijlage van dat onderzoek. En daar is dus die conclusies van dat vertrouwelijk onderdeel was dat Frans van Drimmelen zich wel degelijk had schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. Maar omdat dat vertrouwelijk was, is dat nooit gedeeld met het publiek en eigenlijk ook nooit met de rest van de partij, maar met een heel select... D66 leden, die wisten hier ook helemaal niks van. Maar wat ik wel heel interessant vind van dit soort kwesties is dat eigenlijk intern mensen eigenlijk al donders goed weten wat voor fan die van Drimmelen eigenlijk was. Ja, want geruchten zijn natuurlijk altijd. Want geruchten zijn er altijd. En bedoel, waar geruchten zijn, ja, 9 van de 10 keer, bedoel, waar ook is vuur. Ja. En dat vind ik best wel, nou ja, chockerend. Van waarom heeft D66 niet ingezien van hoe dit zo'n smoking gun was? Nou ja, omdat hij dus zo'n invloedrijke persoon was binnen de partij. En dan wordt dan toch de hand boven het hoofd gehouden. Uiteindelijk. Maar waar het dus echt mis is gegaan de afgelopen week, of althans voor D66 dan, is dat de Volkskrant met een aantal onthullingen kwam. Namelijk de conclusie van dat vertrouwelijk gedeelte. Want dat was wel degelijk gedeeld met een aantal leden van het partijleiderschap. Plus de vrouw die oorspronkelijk deze eerste aantijgingen en deze meldingen had gedaan. Zij had inzage gekregen in dat rapport. En dat was ook wel weer saillant. 86 minuten voordat de stembussen sloten op 16 maart. Was dat jongsleden. Toeval, hè? Toeval. Dat allemaal net, toeval. Net, ja. Ja, ik vraag me dan af, ja, ga je dan nog, stel dat ze 90 minuten hadden gewacht, weet je wel, dan was het 4 minuten na het sluiten van de stembus. Dat zijn nog het gekker geweest. Dat is allemaal net zo toevallig als de uitslagen van de presidentsverkiezingen van Belarus. Dus, nou ja, je zegt dat wel, maar weet je nog met welke percentages Kaag was verkozen tijdens de leiderschapsverkiezingen? Dat was ook iets van 96% of zo. Maar zij werd dus inderdaad, kreeg inzage in die conclusies van dat rapport. Van het vertrouwelijk gedeelte, die diametraal tegenovergesteld waren ten opzichte van het openbare gedeelte. Ook wel interessant. Waarom is dat zo? En zij heeft geprobeerd op verschillende momenten om Sigrid Kaag in te lichten
over die conclusies. Want ja, het is nogal wat. Zo'n belangrijke adviseur en zo'n partijprominent die tot die tijd gewoon bleef rondlopen binnen de partij. En daar kwam de Volkskrant mee dat ze op wel vier momenten afgelopen jaar Kaag heeft geprobeerd in te lichten over deze conclusies. En dat er eigenlijk tot die tijd helemaal niks mee gedaan is. En dat is toch wel interessant saillant of groot contrast met hoe Kaag zich het afgelopen jaar heeft opgesteld. Haar campagne was volledig gebaseerd op Sigrid Kaag en op nieuw leiderschap en op moreel leiderschap. Frisse wind. Een frisse wind. We gaan het totaal anders doen. Maar ja, het doet wel heel erg denken aan een doofpot inderdaad. Dat is toch wel wat je het idee wat je krijgt bij deze saga. Dus ja, daar kwam de Volkskrant mee. En ja, toen brak toch wel de pleuris uit. Ja. Maar ja. Ik vind dat altijd wel heel, als er dan wordt gezegd doofpot. Ik vind dat zo heftig. Ik kan me gewoon niet voorstellen, maar dat ligt dan aan mij. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat mensen moedwillig dit stil willen houden. En er hebben heel veel mensen een hekel aan Kaag. En ik heb altijd wel een soort stille liefde voor. Omdat ik haar decadente manier van doen gewoon heel erg leuk vind. Dus dat ligt aan mij. Maar ik kan mij oprecht niet voorstellen dat zij dit ook in de doofpot wil douwen. En dan vraag ik me af, wie zijn die mensen die dat willen? Dus, wie dat dus wel willen doen? Ik ben altijd heel voorzichtig met dit soort termen als doofpot. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit soort dingen doelbewust onder de radar worden gehouden. Maar ja, zo lijkt het er wel dus op. Alle feiten wijzen een andere richting op. Ik snap niet van hoe. Je weet gewoon dat het uiteindelijk toch wel weer uitkomt. Ja, het in het doofpot stoppen heeft PR-technisch een destructievere effect dan wanneer je er gewoon eerlijk over bent en vertelt hoe de vork precies in de stil zit. En want nu komt het dus de hele tijd weer terug en wie wist het allemaal wel en wie wist het allemaal niet. En uiteindelijk, zeg maar, de lijn zeg maar van verhalen hierover wordt gewoon weer ingehaald. En wat ik ook nog heel interessant vond, was dat dat waren heel veel mensen boze D66'ers. Ik dacht eigenlijk dat boze D66'ers allemaal naar een Volt waren toegelopen. Maar die zijn waarschijnlijk ook alweer terug. Ja. Maar die hebben toen een Google Docs bestand gemaakt met een handtekeningenlijst waar iedereen zijn plasje, of in ieder geval zijn naam en woonplaats. Ze wilden helderheid over deze saga hebben. En dat vond ik altijd leuk, want er was iemand die beheerde dat en die voerde één keer in zoveel tijd weer naam mee. Ik heb al een tijdje niet gekeken, maar volgens mij gisteren of zoiets stonden er 530 namen of zoiets onder. En dan denk ik wel, oké, dan ben je ook wel een beetje een soort van met z'n allen wel heel duidelijk aan het maken van dit. Ja, ten eerste, dit kan niet. Ja. En ten tweede, je schaadt natuurlijk ook wel heel erg je partij. Het leuke aan die handtekeningenlijst was dat het op Google Docs was. En dan kun je altijd zien van wie is er aan het schrijven. Dus je kon live zien van mensen die dus hun namen het typen waren in het Google Docs bestandjes. En dan zag je zo aangevuld worden. Dat was heel leuk. Nee, 111 oud-raadsleden of raadsleden hebben het ondertekend. 14 oud of huidige wethouders, 9 oud of huidige statenleden, 2 oud gedeputeerden en 0 kamerleden. Ik vond het heel interessant hoe het kamerlid met zijn oortjes in deed alsof hij aan het werk was en daarom niet gestoord kon worden. Maar ik ben echt aan het bellen hoor. Ja, ik zit aan de telefoon. Ja. Okay, dus, maar hierover gesproken van als we het hebben over, Geert de Groot, over kamerleden was dat. Die. Ja, Geert de Groot. Maar als we het hebben over kamerleden die het een beetje moeilijk hebben, ik ga het fragment gewoon even erbij halen van Paternotte die een beetje op een nare manier aan de tand werd gevoeld door een RTL-journalist. Floor Bremer. Maar het bestuur heeft de mogelijkheid om die vertrouwelijke bijlage te bekijken en op basis daarvan een nieuwe weging te maken. Maar dat slaat nergens op. Dat ding heeft er al een jaar gelegen. Dan ga je toch niet na een jaar denken, omdat de Volkskrant erover schrijft, gaan ze een nieuwe weging maken. Dat is toch slap bestuur? Nieuwe weging. Ik heb die vertrouwelijke bijlage natuurlijk zelf nooit gezien. Dus uw kwalificatie. Maar u behoort toch ook tot die partij? Dan zegt u toch, waar slaat dit op? Dat je tot vrijdag gaat wachten met het maken van een nieuwe weging over een rapport wat er al een jaar ligt? Vorig jaar is er een rapport naar buiten gekomen. Dat heeft een extern onderzoeksbureau gedaan. En dat is gekomen omdat er een anonieme blog was waarin echt meldingen werden gedaan. Ik weet waar het vandaan komt, maar dit is toch slap dat ze dan nu nog een week gaan wachten?
Ja, ik wil graag proberen uw vraag te beantwoorden. Maar... Ja, maar u beantwoordt hem niet. U begint met een blog van een jaar geleden. Ja, omdat ik het heel belangrijk vind dat we dit serieus nemen. Ja, alsof ik het niet serieus neem. Oh, wat erg. Hij is dat niet wat ik... Nee, maar beantwoord de vraag dan. Ik probeer uw vraag te beantwoorden. Zeg dan. Door uit te leggen. Waarom wacht u tot vrijdag? Ja, ik wacht niet tot vrijdag. Maar u kan toch ook tegen het bestuur zeggen... jullie hebben een jaar gewacht, wij willen gewoon eerder iets horen. Nou, ik zeg u net dat ik graag zo snel mogelijk zou willen... dat het bestuur die nieuwe beweging maakt. En vindt u vrijdag dan te laat? Kijk, dit gaat om gevallen waar natuurlijk mensen bij betrokken zijn... die slachtoffer zijn geworden, die een melding hebben gedaan... van dat ze zich onveilig voelen... Ik vind het heel belangrijk dat het op een goede manier gebeurt. Maar het slachtoffer zegt, ik had het liever eerder al gehad dat ik serieus genomen werd. Dus waarom wachten tot vrijdag? Hey, daarom moet het nu ook snel gebeuren. Het is niet en snel wachten tot vrijdag. Als dat sneller kan, zou ik het graag willen. Maar ik vind het in ieder geval het belangrijkste dat het bestuur het serieus en zorgvuldig doet. Ja, alles aan deze aan dit interview was gewoon verkeerd. Je zag ook gewoon, je voelt ook gewoon, je ziet in zijn ogen van... fuck, we hebben dit helemaal uit de klauwen laten escaleren. Hoe de fuck gaan we dit ooit nog oplossen? En ja, dan vind ik het toch wel knap dat hij alsnog de camera's en de journalisten te woord staat. Moet zeggen, ja, iemand moet het doen. Ik heb iemand moet het doen. Gewoon steenpapier schaar in de fractiekamer hebben gedaan van... Nou, hij is wel de fractievoorzitter. Je merkt gewoon aan alles van dat hij door heeft en dat hij weet van ja, we hebben dit niet goed aangepakt en hoe gaan we dit in godsnaam ja, ooit... Ze hebben gewoon expres of deliberately hebben zij gewoon gekozen van we gaan dit op deze manier doen. En ja. Je weet gewoon donders goed dat ze wisten dat dit een smoking gun was en dat ze dit op deze manier hebben aangepakt en ze dachten van het komt wel goed. Maar vergeet ook niet, van 9 van de 10 keren gaat dit wel goed. Ik bedoel, we zien een topje van de ijsberg, hè? Van kwesties binnen partijen. Klopt. En iedere partij of ja, iedere onderneming, iedere school heeft altijd last van viespeuken. Ja. Dat kan echt bij alle partijen gebeuren. En bedoel, we hebben natuurlijk bij Volt gezien van hoe de meest correcte, maar Europa fetischiste partijen, zeg maar, gewoon aan dit soort gezeik gewoon ten onder kan gaan. Ja, zo vader, zo zoon, zou ik willen zeggen, bijna D66. Ja, en Volt pakte ze het veel te snel en veel te rigoureus aan. En D66 heeft wel heel lang de tijd genomen om dit goed aan te pakken uiteindelijk. Ja, en je weet natuurlijk ook gewoon van, bedoel, journalisten hebben een ijskast vol met ellende, politieke ellende. En af en toe ontdooien ze iets. En dit was natuurlijk een onderdeel daarvan. Ja, nou ja, goed. Kijk, dit slachtoffer die is natuurlijk naar de Volkskrant gestapt. Omdat zij... na een jaar zoiets had van ja, er wordt gewoon niet serieus met mijn klacht omgegaan. En ook niet met met de conclusie van dit onderzoek. Zij heeft op 4 momenten het afgelopen jaar geprobeerd Kaag in te lichten over de conclusies van dat rapport. Met name omdat, we weten allemaal Sydney Smeets nog, het D66-Kamerlid dat moest opstappen, ook vanwege grensoverschrijdend gedrag. En toen Kaag expliciet zei van ja, er is geen plek in onze partij voor grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft ze letterlijk gezegd. Ja, en als je dan vervolgens met zo'n rapport thuis zit... over jouw klachten en over een partijprominent... die dus nog steeds aan de slag is... ja, dan snap ik echt wel dat je zoiets hebt van... ja, maar jouw woorden rijmen niet helemaal... met hoe het daadwerkelijk binnen onze partijen... Wat de gang van zaken is. Het doet mij heel erg denken aan Wijnand Duivendak. Die natuurlijk bij GroenLinks vanwege zijn rara verleden eruit is gezet. Ja. Maar uiteindelijk alsnog campagneleider en zeg maar op de achtergrond nog steeds heel erg belangrijk binnen zo'n partij is. En dat is ook heel lastig, want iemand die gewoon en kennis en gewoon goede vaardigheden en ik denk ook best wel dat die van Drimmelen waarschijnlijk gewoon goed werk levert. Anders was hij niet zo actief en zo belangrijk binnen die partij. Maar dan met dit soort situaties kan je gewoon niet meer dealen. Nee, maar dit gebeurt natuurlijk bij elke partij. Dat zeiden jullie net ook al. En waar mensen bij elkaar komen, gebeuren dit soort dingen. Ja. Maar waarom dit natuurlijk extra zwaar is... is omdat het D66 is. D66, de partij met mensen die altijd de hoogste toon op de hoogste toon blazen. Altijd het morele hoogstandje werpen. En dan denk ik van ja, weet je, hoe kan je als je zo'n partij bent en ook je zo overduidelijk presenteert en profileert, hoe kan je het zo uit de klauwen laten lopen? Ja.
op zijn Rotterdams gezegd. Dus ik begrijp dit gewoon niet. Ook met die vent inderdaad, met dat oortje in die dan doet. Ja, nou, oké, laat ik hem een voordeel van de twijfel geven. Misschien dat was hij wel echt aan het bellen. Dat hij dan echt aan het bellen was. Ja. Over dit gezeik natuurlijk. Ja. Hoe gaan we het pers te woord staan? Moeder, kunt u mij bellen? Weet je wel? En dan net naar binnen lopen. Nou, als hij echt aan het bellen was, dat hij dan inderdaad niet eventjes het belletje stopt of zo. Ik bedoel, je kan dit zoveel beter door. Alles wat er de afgelopen weken gebeurd is, is gewoon fout. Ja. Alles communicatietechnisch. Ja. Voor een partij die zoveel communicatiemensen in dienst heeft. Ja. En Sigrid Kaag die was natuurlijk onbereikbaar voor commentaar de hele week. Ze is minister van Financiën en in die hoedanigheid moest ze naar Washington DC. Om voor gesprekken bij het IMF en bij de G20. Daar waren mensen woedend over. Want hoe kun je het land verlaten in deze politieke crisis? Nou, ja, dat is gewoon haar baan. Dus dat stond al maanden op de planning. Precies, dus dat verwijt ik haar helemaal niet. Maar goed, ook in Washington DC heb je Zoom en kun je een camera te woord staan, neem ik aan. En dat heeft ze niet gedaan. Nee. Dat verwijt ik haar wel. Ja, de enige die Sigrid Kaag nog kan redden is namelijk de tv-show die eigenlijk altijd bezig is met D66 of in ieder geval in favor daarvan. Jinek? De VPRO? Nee, Lubach. Oh. Ik bedoel, die kan nog een beetje haar die haar, kunnen misschien haar spinnen voor haar. Ja. Ja, die kunnen wel even spinnen voor haar. Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de persconferentie van vandaag. We nemen de top op donderdagavond. Er was natuurlijk, oorspronkelijk was die persconferentie gepland voor vrijdag. Die hebben ze een dag naar voren geschoven. En ja, dat was toch wel de grootst mogelijke trainwreck die ik ooit in mijn leven heb gezien. De persconferentie waar we uiteindelijk meer vragen hadden aan de afloop dan we aan het begin hadden. En dat is geen goed teken voor een persconferentie. Ik denk dat we niet genoeg tijd hebben om uitgebreid daarop in te gaan. Maar ik denk heel erg dat er heel veel communicatiewetenschapscolleges zijn die deze persconferentie integraal gaan bespreken. Om te zeggen van dit moet je niet doen. Want dat was echt nog een ongekende chaos. Ik heb nog nooit zoveel managementtaal voorbij zien komen in zo'n toch wel gevoelige kwestie. Het ging echt van casus en een netwerk en een commissie, een evaluatie, maar ook een zakelijk waarnemer heb ik voorbij zien komen. En Sigrid Kaag heeft ook de nieuwe Elan? Oh nee, dat was nieuw Elan. Ja, daar hebben we het niet eens over gehad, maar. Mark Rutte had geen actieve herinneringen, maar zij had wat zei ze nou? Iets met niet actief voor de bril, zei ze. Ja, ik heb dit niet voor de bril. Voor de bril. Had het niet voor de bril. Ja, dat was het. Niet wat erg. Dus dat is de nieuwe, dat is haar actieve herinnering geworden. En Kaag is wel van tafel gevallen, denk ik, van heel veel mensen. Ja. Ja. Ze is nu minder populair, ze wordt nu minder gewaardeerd door de bevolking. Nou, Don Rutte, dat is niet zo kunst. Nee, maar dan Hugo de Jonge. Dat moet je echt niet best doen. Nee, een vandaag heeft dus een peiling gehouden. En dat was dus nog voor deze persconferentie. En haar approval ratings zijn dus lager dan Hugo de Jonge. Dan doe maar je wel. Ik denk trouwens wel van. Ik dacht altijd van Hugo de Jonge. Zeg maar, dat is een beetje hetzelfde als Celsius of Kelvin. Zeg maar, dat is het absolute nulpunt. Ja. Vandaar ga je kalibreren. Nee. Eerst maar, dit is het punt. Eerst denk je dat 0 graden het vriespunt is. Maar dan kom je erachter dat ook Kelvin is. Ja. Waar je de min in kan gaan. Ja, dat de min 273.15 het absolute nulpunt is. Goed, nou, laten we dit dossier wegdrimmelen. We gaan door naar het volgende thema. Er is toch een kleuterklas hier? Wegdrimmelen, leuk. Ja. Goed. Er is een nieuw scholensysteem opgestart. En dat is niet Montessori of iets anders. Nee, de vormscholen gaan nu van start. En die gooien ze lekker onder het thema renaissance scholen. Dus ze hebben een soort van Koranscholen. Maar dan dus voor kinderen van wappies. En dat vond ik heel grappig. Want het was dus inderdaad zo'n FVD-vrouwtje. Ik weet niet meer hoe ze heette. Maar die had dus al gezegd dat ze meteen de kinderen had ingeschreven daarvoor. En dat werd natuurlijk heel... hard geretweet door alle forum prominenten. Maar in ieder geval, ik weet, wat gaan die kinderen daar eigenlijk allemaal leren? Van chemtrails, Klaus Schwab, gaan ze op darten of zo? Ik weet het allemaal niet. Die maisvelden en zo. Ja, graancirkels. Forum voor Democratie is natuurlijk helemaal klaar met de huidige maatschappij. Ze hebben aangekondigd, of tenminste Thierry Baudet heeft aangekondigd, een eigen zuil, een eigen parallele samenleving te willen creëren binnen Nederland. En zij vonden D66
al kut voordat het cool was, zeg maar. Eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, dat moet je ze wel nageven. De sluipmoordenaar van de democratie was het, geloof ik. Ollongren was ja, dat. Ja, inderdaad. Ja. Nee, en onderdeel van die nieuwe Forum zelf, een Forumland, zoals ze dat dan noemen, is ook een eigen school. En dat kan natuurlijk in Nederland dankzij artikel 23, is dat, geloof ik. Vrijheid voor onderwijs. Ja. Kunnen zij een eigen school oprichten. Ik moest wel heel hard lachen omdat ze het logo gepresenteerd hadden. En daarin stond Forumschool, of nee, Renaissance School aan elkaar. Maar in alle andere communicatie hadden ze er een spatie tussen gezet. Wel ja, volgens de officiële spelregels moet het toch echt aan elkaar. Dus ja, ze weten nog niet, A, niet eens hoe ze hun eigen naam schrijven. En B, waarschijnlijk ook niet eens volgens de Nederlandse spellingsregels. Toch wel interessant voor een partij die zich opwerpt als hoeder weet van een... Weet je een beetje van wat voor leeftijden kun je daar... Ik wil me best wel inschrijven voor de Joy, toch? Voor de volgschool. Dat lijkt me ontzettend leuk. Nou ja, het is toch een... Is het een ja, ik dacht dat het... Ik ging ervan uit dat het een basisschool was, maar dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik ook. Okay. Dat zag je ook aan dat labiele L'tje, wat ze als logo... Dus, ik kan me niet voorstellen dat dat dan een logo is voor een middelbare school. Want dat is helemaal niet cool natuurlijk. Het labiele L'tje van Minerva. Niet dat we nu labiele nu een slecht gevoel geven, als die bestaan. Maar het is... Ik vind zeker met die scholen... Het is ook een diepgewortelde wens van heel veel mensen die daar natuurlijk lid van zijn. Ik weet ook van mijn forumtijd dat wij, ik met vrienden en gelijkdenkenden, een beetje aan het fantaseren waren over inderdaad scholen waar je gewoon goed onderwijs zou krijgen. Niet net zoals moderne onderwijs wat we daar nu zouden krijgen. Maar dat is een fenomeen, daar groei je uit als je opgroeit en dat je ineens nadenkt over dat de wereld toch een stuk complexer is dan dat. Ja. En ze blijven toch ergens steken in een soort puberale visie op hoe Nederland eruit moet zien. En van, nou, als niemand ons wil, dan doen we onze eigen dingen wel. En dan bouwen we onze eigen cel op. Daag. En het is een beetje van, zij dromen heel erg van het dorp van Wim Sonneveld. Ja, maar dat daar is geen enkel is van, neoclassiek gebouw, hoor, kan als, ik vertellen. Als ik in Almere ben, dan denk ik ook van, dit is verkeerd. We gaan de verkeerde kant op. En dat, maar dat vind ik ook een beetje vervelend. Dat is de esthetische kritiek die ze hebben. Ja, maar klopt, dat is gewoon terecht. En alleen, het gekke is altijd een beetje van vorm. Van ze hebben over het, bedoel, ik ben ook misschien op sommige punten een beetje conservatief. Maar uiteindelijk van... Zeg maar, ze weten het altijd weer zo te verprutsen dat ze gewoon direct weer in de chemtrails, aliens, ufo's, rotzooi, antifax. Antifax was gewoon niet mainstream. Ik bedoel, je had een paar van die Facebook-moeders die daar 3 jaar geleden mee bezig waren. En nu wordt het een soort van mainstream. En tegelijkertijd ook een beetje van, we zijn verzetshelden. En zolang we maar gewoon altijd blijven dansen op nare Nederlandse oude muziek, ergens op een plein, 1 keer in de week, anti-corona-protesten, terwijl je gewoon, ik bedoel, je hebt geen maatregel is er meer over. Ik bedoel, behalve dat je op Schiphol na de security weer je mondkapje op moet hebben. En denk van, wat is dit ding ook alweer? Het is zo... Zij leven zo erg in hun eigen wereld. En bedoel, als er dus gewoon geen nieuwe lockdown komt, dan hebben zij gewoon Geen bestaansreden meer. En dan, dan ga je maar duiken in andere krochten. Het is gestoord. Ja. Maar ik moest ook wel denken aan de befaamde iPad-school van Maurice de Hond. Die ook een keer met... volgens mij werd hij nou uitgenodigd bij de Wereldheid Door om daarover te praten. En best wel wat kinderen hebben zich daarvoor aangemeld. Maar dat was ook binnen 2 jaar failliet of zo. En ik kan me ook voorstellen dat het lot is van de forumscholen, van de renaissance scholen. Ondanks de, wat was het, 300 tot 400 euro eigen bijdrage die je ouders per maand moeten betalen. Per kind. Maand? Ja, best wel veel. Dat heb je niet, hè? Holy moly. Nee, dat klopt, ja. Ja, dus het gaat niet. Die rijke tata's is dit. Ja, maar Koranscholen zijn tenminste gewoon nog gratis. Want het wordt gewoon gefund vanuit Saudi-Arabië of zo. Dit uit Rusland of Hongarije? Ik weet het niet. Ja. Misschien, bedoel, Poetin zit een beetje krap bij kast, dat weten we allemaal. Maar misschien zou hij... Misschien moet iemand daar induiken. Bestel alleen maar vragen, trouwens. Ja, bestel alleen maar vragen. Ja. Follow the money. Nee, ik denk dat het wekelijkse forum bulletin is weer gehad. Hans!
Hans? Ja, Hans. En dan gaan we natuurlijk naar de PvdA, de Partij voor de Arbeid. Lilianne Ploemen had vorige week onverwachts afscheid genomen van haar fractievoorzitterschap en haar Kamerlidmaatschap. Vandaag heeft ze officieel afscheid genomen in de Tweede Kamer. En dat betekent dat de PvdA-fractie op zoek moet naar niet alleen een nieuwe fractievoorzitter, maar ook een nieuwe eventuele lijsttrekker. Nieuw elan. Nieuw elan hebben ze daar nodig, inderdaad. Usher. Ja, hij was in Den Haag. Hij had een foto getweet van het Binnenhof. Dat hij zei met als commentaar van: als je niet meer zo vaak bent, dan zie je nu pas hoe mooi het eigenlijk is. Dus dat was een hele subtiele... Ik vind hem zo sympathiek. Ja, had hij het over het nieuwe Tweede Kamergebouw? Dat hoop ik nee, niet, nee, toch? Nee, nee, over het Binnenhof. Het echte Binnenhof, ja. Ja, okay. Vanaf de Hofvijver, okay. Ja, absoluut. Ja. Nee, dus ja, hij was er wel. Maar ja, goed, hij is natuurlijk geen Kamerlid. En hij staat ook niet op de kieslijst. Dus hij kan niet de fractievoorzitter worden. En voor zover ik weet, is het PvdA-hoofdkantoor staat aan de Herengracht of aan de Keizersgracht. Dus dan is hij in Den Haag ook aan het verkeerd adres. Nee, ja, wie moet de fractiekar gaan trekken? Wie wordt bestuurder van de fractie minivan? Want daar past de hele fractie in. Ja, het wordt steeds compacter, ja. Ja, ja. Overigens, Gijs van Dijk, die natuurlijk weg was gestuurd, ook naar grensoverschrijdend gedrag, die stond als eerste op de nominatielijst om de zetel van Lilianne Ploemen in te nemen. Ik had begrepen dat hij die geweigerd heeft. Dus, wat ik wel heel netjes altijd vind van hem, hij heeft ook gewoon toegegeven van ja, ik heb dingen gedaan die niet konden. En daarom ga ik weg. En trouwens met Lilianne Ploemen net zo. PvdA'ers zijn wel ongeveer de netste mensen als het gaat over van ik weet wat kan en weet wat niet kan. Zonder dat een of andere spindokter ertussen moet komen om dingen te redden. En dat is ook, daarom ben ik stiekem ook, ja, heb ik best wel veel liefde voor de Partij van de Arbeid. En daarom vind ik ook het hele fusie gejengel. Ben ik ook wel een beetje van, ik zou het heel zonde vinden als zo'n partij met zo'n historie en die ook in het verleden heel veel voor elkaar hebben gekregen eigenlijk. Ik bedoel, Nederland is wel gewoon ja, stiekem wel een beetje ingericht naar het idee van de Partij van de Arbeid in de jaren 70. En dat vind ik... Ik zou het zo zonde vinden als we dan maar gewoon een beetje overgaan naar de Yesias. Dat vind ik ook een beetje sowieso... Zoveel mensen die denken van dat GroenLinks en PvdA zeg maar echt 100% hetzelfde zijn. En dat, ja, ik denk van als je denkt... Ja, de PvdA'ers en de GroenLinksers die ik ken, die passen eigenlijk... Die hebben dat niet bij elkaar. Nee, dus het zijn wel partijen die natuurlijk raakvlakken hebben, maar 100% overlap is er niet. Je moet wel altijd denken aan bij deze discussies aan de provinciale, nee, aan de Europese verkiezingen, parlementsverkiezingen, dat de stemwijzer vertraagd was, omdat zowel GroenLinks als PvdA op alle 30 vragen hetzelfde hadden geantwoord, plus alle 30 reserveantwoorden. Dus er was geen verschil tussen die partijen volgens die stemwijzer. Dat was, maar goed, dat was heel leuk trouwens. Dat was heel leuk inderdaad. Maar ja, wat je zegt, Joop den Uyl is nog altijd de meest gewaardeerde premier van Nederland. Maar gaan we nu van den Uyl naar Kuiken? Nee. Atje Kuiken? Nee. Ja, het zijn, als je kijkt naar Atje Kuiken en hoe heet die andere? Henk Nijboer. Dat zijn de enige kandidaten voor het fractievoorzitterschap. Ja, dat zijn de enige kandidaten. Kijk, Ploemen was een hele goede nummer 2. Echt, een heel goed Kamerlid, een heel goed mens, een heel goed persoon. Integer. En dat vind ik ook van die andere twee. Maar mensen hebben soms het idee dat in de politiek het hoogst haalbare is dan partijleider worden. En daarboven dan premier en dergelijke. Maar mensen kijken niet vaak serieus naar zichzelf als ze dat willen bereiken of die ambitie hebben. Of ze dat wel of niet kunnen, of ze die eigenschappen bezitten. En dat vond ik mooi. En dat zei je net ook terecht over de PvdA, over die authenticiteit en integriteit. Dat Ploemen dat heel eerlijk, met veel zelfreflectie, ook heeft verwoord naar de leden, hoe ze zich daarbij voelt. Ik bedoel, ze had ook aan kunnen blijven en weer nog steeds kunnen aanrommelen en weet ik veel wat, maar ze heeft heel veel zelfreflectie getoond. En dan vind ik het zo jammer dat er dan twee personen zich kandidaat stellen, waarvan ik ook denk, jullie zijn goede nummer 2's, ja, maar niet exact een nummer 1. En dat heeft vooral te maken, als je bijvoorbeeld kijkt naar Atje Kuiken, met hoe zij
in debatten doet, hoe zij haar presentaties geeft en hoe zij speecht. Het is gewoon allemaal net niet. En dat neemt niets weg van de intelligentie, van de inhoud die zo'n persoon heeft. Ja. En het werk wat iemand doet. Maar dat is ook met Henk Nijboer. Want ik kan... En dat is echt een dossiervreter, hè? Die weet alles over arbeidsrecht. Ik vind het heel interessant. Maar zijn hoofd wordt net zo rood als die rozen op een gegeven moment die ze elke keer moeten gaan. En dat klinkt een beetje flauw, dat is het natuurlijk ook. Maar het is een heel goed mens, een heel goed Kamerlid. Maar als ik hem zie, dan denk ik van... Ah, jongen, dat doe nou gewoon niet. Weet je wel? Als hij dan een heel groot betoog geeft... en zeker als hij een beetje fel probeert over te komen... dan denk ik van, dit past gewoon niet bij je. Sorry. Hij heeft heel erg de Rob Jetten factor. toch? Ja. Oh, die moet je uitleggen, want dat vind ik hem mooi. Nou, ik vind Rob Jetten was ook opeens als inderdaad de integriteitspaus van D66. Ja. Alexander Pechtold, die was opeens weg. En iedereen liet die berooid achter. Er was niemand die kon inlopen om hem op te volgen. En opeens was ze van la 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 la, Rob Jetten, doe je ding. Ja. En opeens stond hij daar. Ja, en dat vond ik heel interessant van hoe dat een beetje is gegaan. Maar wat D66 toen gedaan heeft... Zij hebben Rob Jetten als fractievoorzitter gehad in de Tweede Kamer. Toch het boegbeeld voor de mensen in het land. Voor iemand die de partij vertegenwoordigt. En zij hebben toen achter de schermen heel erg gezocht van... wie kan de nieuwe... premierskandidaat worden eigenlijk. Wie kan de nieuwe lijsttrekker worden? En zij zijn toen bij Sigrid Kaag terechtgekomen. Nou, dat lijkt achteraf gezien misschien iets onhandiger dan dat het op dat moment misschien leek. Maar dat is misschien, denk ik, wat beter was geweest bij de PvdA als strategie. Laat Lilianne Ploemen, die misschien inderdaad niet de meest denderende fractievoorzitter is in de Tweede Kamer, maar in ieder geval wel een vertrouwd gezicht. Laat haar dan nog in ieder geval 2 jaar aanmodderen en ga in die tussentijd op zoek naar iemand die de partijkar wel heel erg kan trekken en bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de nieuwe ster kan zijn. Ja. Ze hebben nog genoeg tijd in ieder geval. Ze hebben zeker nog genoeg tijd, maar in de tussentijd zit het land wel opgescheept met een tweederangs fractievoorzitter van de PvdA. Want gaat de kiezer inderdaad achter Henk Nijboer staan? Nee, maar het probleem is ook dat als je kijkt naar D66... die hadden natuurlijk een leider in de Tweede Kamer... en in principe ook een soort leider in de ministersploeg, in het kabinet. Dus hetzelfde als met CDA. He, daar hadden ze ook iemand uitgedoen. Heet hij nou Heersma. Hebben ze hem uitgekozen om de wacht te lopen in de Tweede Kamer. Dat hebben ze dus nu weer gedaan. Dat is natuurlijk weer het fractievoorzitter. Maar die zichzelf ook niet heel erg persoon. Ja. Dus die heeft ook die reflectie. Klopt, maar dat kan dus als je een andere persoon hebt die misschien op een nog hoger niveau... Tweede Kamer is natuurlijk het hoogste orgaan, et cetera, ja. Maar die op voor sommige mensen een nog hoger niveau... ook een leiderschapspositie in heeft genomen, zoals Wopke toen de tijd. En dat heeft het PvdA niet. PvdA die is alleen zichtbaar in de Tweede Kamer. En die kan in principe het zich niet veroorloven om een soort poortwachter aan te stellen die er blijft zitten totdat er een nieuw persoon komt die wel het charisma heeft om heel die kar te trekken. Ja. En daarnaast is het gewoon zonde dat Lilianne Ploemen, die inderdaad op haar geliefde onderwerpen gewoon een gewaardeerd Kamerlid was en ook de expertise had en de kundigheid om echt het verschil te maken. Ja, dat geeft ze nu ook op. Dus dat is ook wel jammer, vind ik, met haar vertrek. Ja, klopt. Ja. Hebben wij een idee van wie zou de nieuwe lijsttrekker kunnen zijn van Plaster. De PvdA? Plastek. Plastek is een beetje Bordeaux-rood aan het flirten op dit moment. Dat weten we allemaal. Weet je wel. Ik vond hem echt altijd een hele charmante, leuke persoon. En nu niet meer. Nee, wat doet hij nu nog? Behalve af en toe eventjes wat Europa-kritisch in de Telegraaf. Nee, hij zit heel erg in die koker van Monash. Monash vond het heel leuk dat Monash in die Fortuin-serie zeg maar zo weer naar voren kwam. Ja. Maar hij zit natuurlijk in de klassiek rode rozen kar. En dat is natuurlijk heel, heel opvallend van PvdA is gewoon heel erg veranderd.
Ja. Als ik ook kijk, bedoel ik kom uit een rozenfamilie, of in ieder geval vanaf mijn moeders kant. En Partij van de Arbeid, waarschijnlijk was ik in de jaren 70 ook een Partij van de Arbeid belieber. Maar gewoon die, de partij van ja, die komt op voor de. Voor het gezin, het normale, zeg maar, het modale iets. En die hebben nu gewoon helemaal. Ja. Dat bestaat allemaal niet meer. Bedoel, er zijn genoeg. Arbeidsrechten. De echte arbeider, zeg maar, de working class, is er gewoon niet meer op de manier hoe dat vroeger was, waar ze voor zij opkwamen. Mission accomplished. Hef jezelf op. Ja, maar er zijn natuurlijk ook vaak stemmen voor mensen. Ik bedoel, kan natuurlijk al überhaupt niet als je niet op de lijst staat van de Tweede Kamer, dat je dan natuurlijk fractievoorzitter wordt of partijleider in de Tweede Kamer. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk Abu Talib willen hebben. Maar dat is ook weer zoiets. En hetzelfde met Job Cohen. Job Cohen is precies inderdaad hetzelfde. Dat zijn van hele die goede ziet mensen dat in hun eigen rol. Als burgemeester van een grote stad. Precies. En zet je die neer als fractievoorzitter, waarin je gewoon gebonden bent aan en de waan van de dag. En tussen allemaal andere fractievoorzitters die om aandacht vechten op sociale media en media. Waardoor je een rol moet gaan spelen die je eigenlijk helemaal niet, past. Dan moet je Abu Talib ineens voor je gaan zien om met de waan van de dag mee te gaan. Voor hem is het waarschijnlijk ook gewoon een achteruitgang. Leeft en in zijn pak inderdaad zit. Ja. Is dat gewoon een achteruitgang. En waarom zou je dat risico nemen? Ja, het liefst en ook, zou ik, ook omdat de PvdA natuurlijk gewoon landelijk gewoon best wel marginaal is. Ja. Het liefst zou ik Samson willen hebben. Weer terug? Ja. Nu doet hij het weer. Weet je, die uitspraak zit zo erg in mijn hoofd. Dat hij toen tegen Rutte zei. Nee, Samson vond ik echt de ultieme balans en combinatie van en inhoud en toch heel authentiek. Heel dicht bij zichzelf blijven. Jij bent een ingenieur van het TU Delft. Maar jij bent gewoon een beetje dol op mensen binnen de PvdA die de PvdA aan het slopen zijn geweest. Of in ieder geval qua zetelaantallen. Ik wil zeggen die het een rode kleur een beetje heeft teruggegeven. Ja, daar ben ik het dan weer wel mee eens. Wat ik eigenlijk misschien nog wat interessant vind aan het hele ploemen gebeuren van dat Lodewijk Asscher. Dank voor de ploemen. Onder Lodewijk Asscher is de PvdA natuurlijk gewoon nog harder gaan krimpen dan het onder Samson al deed. Zowel qua ledenaantal als qua stemmenaantal. Maar iedereen herinnert Asscher, zeg maar, toen Ploemen zei van ik ga de meeste. En Ploemen heeft natuurlijk gewoon een best wel leuke overwinningsspeech kunnen geven, omdat ze in de gemeentes gewoon best wel lekker deden. Daar heb jij een luisterfragment van. Ja, ik ga niet nog een keer afspelen. Maar het is gewoon wel gek van hoe dat dan daar gaat. Ze likken naar boven. Ja, de patatkruistocht van het CDA. Wat een beetje het vervelende is altijd van christelijk-democratische politiek, is namelijk dat alles wat leuk en fun is in het leven moet verboden worden. Of we het hebben over bieraanbiedingen, drugs of een patatje bij de McDonald's. Of al onze vrijheden en onze gekoesterde democratische waarden. Ja, als je gewoon minder patatjes koopt, kan je meer mooie schoenen kopen of zoiets. Dat is een beetje hoe het CDA erin staat. ChristenUnie is eigenlijk nog veel erger. Maar CDA heeft, hun wetenschappelijk bureau heeft vorige week, deze week zelfs, hebben zij een soort van rapport geschreven over onderzoek over van dat eigenlijk gewoon het beste is als er in fastfood, zeg maar, wordt verboden voor kinderen. In ieder geval, dat was een van hun speerpunten. Nou, natuurlijk, en de journalistiek heeft het natuurlijk keihard opgepakt van CDA wil een soort van leeftijdscontrole van als je patat wil gaan kopen bij bijvoorbeeld de McDonald's. En daar ging natuurlijk niet alleen Twitter, maar gewoon eigenlijk heel Nederland ging er helemaal los op. Ja. En ook wel een beetje terecht. Het is gewoon die altijd die christelijke partijen met hun, ik noem het altijd betuttelocratie of ze zijn gewoon betuttelorisme. Zijn alles wat je kan besturen daarin van dingen die leuk zijn, die moet je dus blijkbaar beperken of belasten. Ze staan al zo slecht ervoor in de peilingen. En ik snap niet hoe mensen nog steeds, zeg maar, van blij zijn met CDA. En wat nog
eigenlijk het allerleukste hiervan vond, is natuurlijk dat het wetenschappelijk bureau van het CDA is teruggefloten, soort van door de Kamerleden zelf. Die zei ook van, nee, dat gaan we echt niet doen. Nee. Ja, wat zij gedaan hebben is natuurlijk een soort denktanks hebben nagedacht van, ja, hoe kunnen we onze kinderen nou wat gezonder laten eten? En een van de, ze hadden daar een aantal suggesties voor gedaan. En een daarvan was bijvoorbeeld de belasting op ongezond voedsel verhogen en dan dat gebruiken, die inkomsten, om de belasting op gezond voedsel te verlagen. En een ander dingetje was inderdaad, net zoals wat je bij alcohol en bij sigaretten ziet, om een minimumleeftijd in te stellen. En die suggestie is er inderdaad uitgecherrypicked. En voornamelijk door de Telegraaf, maar ook door Teletext, volledig uitvergroot. CDA, dubbele punt. Ja, CDA, dubbele punt. Geen patat voor kinderen. Schitterende kop. Maar goed, het was een serieus onderzoek. Misschien een beetje te betuttelend, inderdaad, wat jij zegt. En we zijn wat minder verkeersdoden als we auto's verbieden. Ik moet dan gelijk denken aan die reclame waarin die kinderen dan vertellen over wat hun vaders doen. En dat één zo'n kind zegt, mijn papa werkt bij de McDonald's. Weet je, en iedereen jaloers. Ja, iedereen jaloers, ja. Dus mijn vader is minister van Wonen. Nou, over die minister van Wonen gesproken, Hugo de Jonge. Die had dus, want daar moest ik aan denken toen ik dit las. Oké, niet lachen. Dat zeg ik tegen mezelf. Want die heeft een aantal jaar geleden, toen hij nog wethouder was in Rotterdam, heeft hij voorgesteld om incompetente ouders. En lees, dat zijn dus ouders. Mensen die hun kinderen naar vormscholen sturen. Of kraanscholen. Dus de mensen die of vaak aan de druk zijn of een paar IQ-punten te laag hebben. Dat dus forumouders, dus, ja. Ja, je blijft terugkomen op die forumouders. Hè. Maar dat die gesteriliseerd worden, dat is wel iets te heftig. Maar dat die in ieder geval gedwongen anticonceptie moeten krijgen. En dan heeft hij als citaat, sommige kinderen verdienen het om niet geboren te worden. Dat is een beetje christelijk gesensibiliseerd, zeg maar. Ja. Maar kijk, dat zijn dit soort dingen. Ik vind het CDA vaak als partij... Ik vind dit wel heftiger dan een minimumleeftijd op patat, eerlijk gezegd. Ja, ja, maar hij heeft minister kunnen worden. Dus in dat opzicht... Ja. Maar goed, maar ik denk vaak bij het CDA... er zit een kern van waarheid in... van wat zij zeggen. Ik bedoel... kinderen die dan heel vaak patat en zo eten. Ik soms zie kinderen op straat denken van... nou ja, ik weet niet hoe jouw ouders jou opvoeden... maar dit kan echt niet. Ja. Of voeden. Een soort Michelin-mannetjes, weet je wel. Van dus niet van eens drie opvoeden, maar voeden. Ja, precies. Ja. Dat ik denk van, er zit een kern van waarde in... want we moeten weer iets aan doen. Maar ze gaan altijd dan weer drie stappen te ver. Ik denk van, is het dan een bewuste tactiek? Willen ze drie stappen te ver gaan... zodat we zoiets hebben van, nou, er zit een kern van waarheid in... laten we dan drie stappen minder doen? Maar ja, het is toch altijd dat ik denk van, nou ja, net niet. Jammer. Ja, jij moest denken aan de gedwongen anticonceptie van Hugo de Jonge. Ja, ik moest denken aan de krokettenmotie van Jan-Peter Balkenende. Toen hij nog gemeenteraadslid was in Amstelveen. Voor iedereen die nu luistert en gemeenteraadslid is in Amstelveen of in Schrubbekutteveen of in een ander treurig dorp. Oh. je kan nog premier worden. ik wist niet dat hij daar zijn politieke carrière was begonnen, maar blijkbaar wel. Toen heeft hij een keer een motie ingediend. Zodat gemeenteraadsleden recht hebben op een kroket als raadsvergaderingen tot 23 uur duren. En ja, daar is hij toch wel bekend mee geworden. Daar moest ik meteen aan denken. En ik moest ook denken aan een fragment dat ik uiteindelijk niet meer heb terug kunnen vinden, helaas. Ik denk van het Jeugdjournaal, waarin premier Jan-Peter Balkenende wordt gevolgd achter de schermen, ook een late avond heeft en dan bij McDonald's Buitenhof een Happy Meal haalt voor zichzelf en dat dan opeet en dan zegt van, ja, het is eigenlijk wel ongezond, maar soms wel lekker. Ja, daar moest ik ook aan denken. en ook aan de motie van het CDA van Jaco Geurts, die stelde dat er voortaan alleen Nederlands voedsel moest worden geserveerd bij de restaurants van de Tweede Kamer. Oh, nee, in mijn hoofd zit meteen weer die smerige borrelhapjes tweet van Caroline van der Plas. Ook Nederlands voedsel, inderdaad. Ja, dus ze zijn wel heel erg bezig met voedsel, inderdaad, en zo, die CDA'ers. Dus opvallend. Het is een beetje D66 inderdaad, vliegen moet weer voor de elite zijn, zoals wij. En bedoel, ja, dat is een beetje, daar komt het gewoon altijd weer een beetje op neer. Maar wat natuurlijk ook gewoon heel
gek is natuurlijk van dat zo'n CDA, het was natuurlijk de partij waar alle boeren op stemden. En ja, dat bedoel, het hele bestaansreden maar ook van alle van patatboeren CDA. Dan. Ja, sowieso. Ja, ja. Ja, nu niet maar meer. Het hele bestaansreden zelfs die zijn ze van CDA zijn ze gewoon aan het ondermijnen. Ja. Door de grootste bedreiging van het CDA is gewoon het CDA. Ja, een soort zelf ingebakken lijst. Zelf ingefrituurde destructieve gedrag naar zichzelf toe. Ja. Dat is toch elke keer weer, dat is al jarenlang aan de gang. En volgens mij begon het met die uitspraak over de VOC van Balkenende. Toen hebben ze alleen maar structureel... Toch? Ja, toch? Ja, VOC-mentaliteit. Dat ik dan denk nou, van, jij ziet daar, dus jij ziet daar in het begin van de teleurgang van het CDA. Ja, daarin zie ik eigenlijk structureel... grensoverschrijdend gedrag met hun uitspraken waarin eigenlijk de teleurgang van hun eigen partij wordt bespoedigd. Ja. Maar ja, goed, dat kan ik natuurlijk weer niet aantonen. Ik stel alleen maar vragen. Achteraf verkeerd herinnerd. Ja, dat was alweer de 9e aflevering van de Politieke Popcorncast met Paul Peters en tegenover mij Stijn de Vrede. En naast mij Lars Bentin. Bedankt dat je bij ons wilde aanschuiven deze aflevering. En vind je deze podcast nou leuk? Laat dan vooral een rating achter. Wil je wat aan ons kwijt? Dan kun je ons vinden op Twitter op @PaulPopcornCast. En mij, Paul, kun je vinden op @PaulPeet. En mij het Vrijende Steden. En jou? @BentinLars, als ik het goed heb. En anders moet je gewoon zoeken, Lars Bentin. Jij doet niet zoveel met Twitter, hè? Maar soms. Af en toe krijg je een likeje. Alle haatmail mag naar Lars. Alle haatmail mag naar Lars. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Politieke Popcorncast. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan nou arrogant met uw armen te zwaaien? Dan ben je stel aso's. Beste mensen. Die VOC-mentaliteit. Ik ben meer dan boos. Ik ben woest. Wat opmerkelijk. Toch?